Dames en heren, vandaag spelen we Tropico 6, waar we ons eigen land gaan bouwen en regeren. Oké, daar gaan we, Tim. Oké, dit is ons land, joh. Dit ziet er schitterend uit, zeg ik zo. Zo! Ik had de gozer aangespreid met een bakje achter hem aan. Oh, kijk hem aan! Ik vraag me af wie hier op die werknemer van de maand poster staat. Als we een goede leider willen zijn, dan introduceren we paarden in onze stad. Ja, maar ik weet niet of paarden sneller zijn dan die paarden, moet ik zeggen. Zo. Er staan wel allemaal paarden, toch? Oh, je zijn gewoon beest. Oh, mijn dikke tieten! Oh, dat is ziek, joh! En videogames zijn gewoon mooi! Maar zien we ergens hoe blij ze met ons zijn of zo? Dan kunnen we deze gozer praten even, deze shirtloze gozer die hier rondloopt. Javier Rodriguez. Hij is 26. Ik kan hem killen. Wat een prachtige en vooral zorgeloze dag. Oh, we kunnen hem omkopen, vermoorden of arrange accident. Dus we kunnen echt zieke dingen doen. Ik wist niet dat het zo leuk is om een land te regeren. Ja. Laten we vermoorden en kijken wat er gebeurt. Oké. Okay. Wat gaat er nu gebeuren dan? Governor, the people have a request. Ik ben bezig, gast. Wat ben we zijn drukke leiderdingen aan het doen, gast. Oh shit. Wat? Zat er een man met een wapen voor hem? Ho! Mis! Hij is neer. En hij smelt door de grond heen. Timon. Ja. Vermoord die moordenaar. Ja, boom. Oké. Kill hem! It's nice to have choices. Zien jullie niet dat we bezig zijn? Gaat het gebeuren? Maar er staat er man! Uh-oh, intens! Ik zie het wel als een man. Tijd voor mijn boterham met pinda's smeersel. Wat voor dingen kunnen we allemaal bouwen dan? L2, naar boven, ga je iets maken. Construction. En dan ga je gewoon iets moois neerzetten. Wat vind je mooi? Een fisherman werf. Een mijn. Een coconut harvest. Wat wil je nou altijd al in je leven hebben? Eens even kijken. Nou, het gaat er niet om wat ik wil. Het gaat er om wat het land nodig heeft. Ja. Ja, nee, Timo, ik weet het dus niet. Ja, oké. Dan moet je stappen gaan maken. Dan moet je andere dingen gaan doen. Wat meer bij je past. Ja, maar wat is nou... Oh, een adem. In ons land zijn er te weinig dieren in gevangenschap. Ja, en ik kan ze niet amper bekijken. Kunnen we een circus bouwen? Boom! Even kijken. Dit zou perfect zijn. Dit zou goed, ja. Misschien iets meer naar voren nog. Zo? Of er zijn wel een paar dingen in de weg, joh. Die zijn niet belangrijk. Zijn het circussen? Wat is dit, een dierenarts of zo? Demolish. Ziekenhuis? Nee. Een baby crash? Ja, dit okay, ziet ja, er goed ja, okay. uit. Dit ziet er goed uit. Ik knal je daar een mooi circus neer. I ask myself, governor. Nee! Hoppa, een circus. Oké, wat kunnen we ermee doen? Clowns en popcorn. Clowns? Ik wil de mishandelde dieren zien. In 177 dagen 500 vissen maken. Kunnen we het aan? Is het een missie? Ja, 500 vissen maken. Hoe noem je vissensperma? Vissensperma? Vissensperma noem je toch een vissensperma? Nee, dat heb je een naam voor dat het niet grof klinkt, zeg maar. Ja, ja. Kuit. Ja? Kuit. We moeten heel wat kuit hebben dan. Een vis met wat kuit in smeren. Hoe komen we aan kuit, is het ding. Hoe komen we aan kuit? Aan andere vissen hebben kuit. Dus wacht eens even. Dirk Vissensperma. Grappig, man. Wat? Grappig, hoor. Oh, daar. Zet die vreugdepier nou in. Ik ben op bezig. Creamy.